Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Zappy. En ja, ik ben hier samen met Giovanni. Hallo! Hallo, en we gaan het samen hebben over Lego Marvel Super Heroes. Een ontzettend gave game, want wij zijn toch wel eigenlijk wel twee Marvel-liefhebbertjes, vind je? Zeker weten. En als je dat dan nog eens combineert met Lego, dan is het al helemaal vet. Echt, heel erg tof. Deze recensie gaan we niks verklappen. We gaan enkel eventjes een eigen impressie geven over deze game. Om te beginnen wil ik het hebben over het verhaal. Want Gio, het is echt ontzettend, ontzettend origineel. Ze hebben een eigen verhaal bedacht in deze game. Dat klopt. You call it the Fantastica. Nice. Does it come with satellite radio? Nee, het gaat erom dat wanneer de Silver Surfer de aarde stort, Silver Surfer kennen we natuurlijk wel uit de, even denken, waar Fantastic Four. Fantastic Four, ja, dat is een tijdje terug weer. Zeker, ja, dat is, die film in ieder geval van de Fantastic Four, die is al best oud, dat klopt. Dat wel, ja. Nou, zijn surfboard die komt zo zeg maar op aarde terecht en die bevat allemaal van die blokjes met die mensenkracht, omdat die op aarde gewoon uit elkaar spat. En Nick Fury die roept dan zeg maar de superhelden zoals Iron Man, de Hulk, Thor, Spider-Man, Wolverine, al die gasten van Marvel bij elkaar om die blokjes weer terug te vinden voordat ze in de handen vallen van Loki en Magneto. Nou, of Magneto, zeg ik het goed? Ja, Magneto inderdaad. En Magneto en ja, Loki zijn toch eigenlijk wel een beetje de bad guys. Je ziet het in Thor terug, in Avengers, je ziet het natuurlijk in de X-Men serie terug, dat het gewoon ontzettend slechte mensen zijn, echt de bad guys. En die komen dus nu ook in dit Marvel-avontuur terug en werken ze eigenlijk samen. Oké, ik had het net al een beetje over Marvel, Gio. De karakters, want ongelooflijk, je hebt meer dan 140 karakters in de hele game. Dus echt het complete Marvel-universum hebben ze er gewoon bijgehaald. En het vette vind ik, zowel de bad guys die je in de comics vindt en in de films niet, die zijn er ook gewoon. Inderdaad, want ja, sommige ken je gewoon niet. Maar echt, als je een Marvel-fan bent, dan zou je wel enigszins een aantal van herkennen. Het zijn trouwens meer dan 150 personages. Ik zei het net verkeerd. En weet je wat nou ook zo tof is? Je gaat zien waar Fantastic Four zich bevindt. Waar ze wonen in New York. Je komt in die tower inderdaad. En dat is volgens mij al redelijk snel in de game. Klopt. Ja, vanaf het begin ongeveer ga je daar inderdaad al bezoekje aan brengen. En wat ik nou ook zo tof vind, Gio, dat is dat er gewoon een open wereld in die hele game zit. Je kan door heel New York vliegen als Iron Man. Maakt het uit, je kan met de hamer van Thor kan je lekker vliegen langs het vrijheidsbeeld. Alles is bijna mogelijk met deze open wereld game, hè? Het vette vind ik aan de open wereld, vind ik het leukste om met Spider-Man te gaan. Kan je gewoon lekker op je gemakje overal doorheen slingeren, inderdaad, klimmen en alles. Zo vet. Inderdaad, dat hebben ze echt goed aangepakt. En ik liet het zien, de beelden. En toen zei iemand van tegen mij, ja, hoe kan het nou dat Spider-Man met zijn touwtjes gewoon in de lucht, zeg maar, zich kan vasthouden? Ja, dat is gewoon, je moet het niet te moeilijk denken, denk ik, bij games. Nee, je moet gewoon lekker spelen en niet kijken naar de kleine details. Gewoon sowieso wel super tof dat het mogelijk is, natuurlijk. Nou, natuurlijk ook een pluspuntje is dat je, je wilt natuurlijk voor zo'n volle 100% gaan in zo'n game. En als je dan, ja, het blijkt dus dat het gewoon, je moet alles vrij spelen, zoals zijmissies, als al die personages unlocken, gouden blokjes zoeken. Het is echt super groot. En dat maakt de game ook wel heel vet, dat je gewoon echt uren, echt, nou minimaal 50 uur zeker wel bezig bent om die hele game uit te spelen. Je kan inderdaad heel lang mee bezig zijn, zoals je af en toe nog die dingen moet zoeken. En van die kleine missies bijvoorbeeld, dat je een speelkaart moet zoeken van Captain America, weet je wel. Klopt. Zulke kleine dingetjes. Fantastisch gedaan. Er zitten natuurlijk ook wat minpuntjes in de game. Ik wil het er niet zo heel erg uitbundig over vertellen, maar er zijn twee dingetjes waar ik me eigenlijk een beetje aan stoorde. Eén dingetje vooral, dat was de besturing van de karakters. Ik vond dat als ik met Iron Man ging vliegen door de stad, dat het best wel lastig is wanneer ik op B klikte, zeg maar. Dat ik dan echt, ja, of stopte met vliegen, of dat ik in één keer een keistuk lager ging vliegen, terwijl ik maar, het was gewoon, het wende niet. Het was gewoon heel raar. En ik heb hem dan op de PC gespeeld, ja, op de Xbox. Ja. Maar op de PC is het precies hetzelfde. Die knoppen, die vind ik ook
onlogisch eigenlijk. Ja. Dus daar hadden ze een beetje naar moeten kijken, denk ik. Ja, precies. Dat hadden ze wel een tikje beter kunnen doen. Nou, en wat ik ook nog... Ja, mijn laatste puntje, maar niet echt een heel negatief puntje, is dat het weinig vernieuwend is. Ik bedoel, we kennen Lego inmiddels wel met al die games die ze laten uitkomen, maar ik vind eigenlijk... Ja, er is gewoon weinig vernieuwing in de game. Het is gewoon echt een Lego game. En ja, ik denk dat het juist het pluspunt dat je moet kijken naar Marvel en de open wereld, zeker weten, 100%. Ik denk dat dat wel de vernieuwingen zijn, maar over het algemeen is er weinig nieuwtjes te bekennen in deze game. Inderdaad, gewoon een vertrouwde Lego game in een Marvel jasje eigenlijk. Ja, dus ja, ontzettende aanrader, zeker weten. Wil je deze game kopen? Hij is vrij goedkoop op Savvy. Kijk even onderaan de beschrijving voor een linkje als je deze game, als je geïnteresseerd bent en hem ook eens een keer wil spelen. En nou, bedankt Gio. Graag gedaan. Tot de volgende video. Doei. Doei. Alter your shape into something useful here. Well, I guess I won't be needing a shower today.